Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel waarschijnlijk al hebt kunnen zien, is het tijd om mijn favoriete producten van de maand juli aan jullie te gaan laten zien. Ik heb een doosje erbij gepakt. Het zijn niet super veel producten, maar evengoed nog voldoende over om gewoon eventjes te laten zien welke producten ik gewoon fijn vond van de maand juli. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar welke producten er in dit doosje zitten en welke ik gewoon weer super top vond en super fijn vond, zou ik zeker even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik wil er gelijk bij zeggen, ik hoop niet dat jullie last hebben van het achtergrondgeluid. Ik film deze video op dit moment met het raam open, omdat het gewoon onwijs is afgekoeld en eindelijk het raam overdag weer open kon en in de hoop dat de warmte zo uit huis gaat. Dus mocht je achtergrondgeluid worden, weet je hoe het komt. Ik ga beginnen met het eerste product en dat is een mascara van Catrice. Dit is de Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black 24 Hour. Deze mooie mascara in een gouden huls. Deze is verkrijgbaar in een gewone variant en in een waterproof variant. Ik heb de gewone variant en ik vind de huls allereerst al prachtig. Deze mascara die belooft super zwart te zijn en een instant volume te geven. Hij heeft een speciale borstel waardoor alles, ja, gewoon, ja, die wimpers gewoon wat meer gesepareerd worden en zo. Ik vond deze mascara echt top. Ik zal jullie even het borsteltje ook laten zien. Ik vond hem niet heel bijzonder. Het zag er niet uit als een heel bijzonder borsteltje. Ik had meer zo'n borsteltje verwacht die je vaak bij de wat duurdere mascara's ziet. Dat is niet zo, maar hij geeft absoluut volume. Ik vond echt dat hij een heel mooi volume gaf aan mijn wimpers. Ze bleven ook goed zitten. Ja, Lashes to Kill. Met meerdere lagen krijg je echt wel hele volle wimpers. Alleen, ik ben zelf nooit zo van heel veel laagjes, omdat het dan zo super hard wordt. Maar dat kan hij absoluut creëren. Ik vond het echt een top mascara. De huls is super leuk, maar ook gewoon de mascara zelf geeft je echt hele mooie wimpers. En hierbij heb je echt geen nep wimpers meer nodig als je het mij vraagt. Dan heb ik een lippenstift van Essence. En deze komt uit de Matte collectie. Ik heb hem in de kleur 05 Ready or Not. En zoals je aan de naam al kunt merken, is het een matte lippenstift. Ik vind de huls ook heel erg mooi. De kleur is ook echt super mooi. Ik denk dat hij voor jullie misschien iets anders overkomt. Maar hij is heel intens rood. Op de camera komt hij denk ik wel anders over, maar het is een hele mooie kleur. Blijft ook heel erg goed zitten, daar was ik echt verbaasd over. Normaal heb je toch aan het loop van de dag geen lippenstift meer op, maar met eten en drinken blijft hij eigenlijk prima zitten. Een hele mooie kleur, ook wat een wat andere kleurrood als die ik in mijn stash heb zitten. Maar echt een super mooie lippenstift die echt lang blijft zitten. Ik weet trouwens niet of deze kleur nog in de vaste collectie zit, want ik heb hem niet zo lang geleden gekocht, maar ik had ook het laatste exemplaar. Maar ik hoop het stiekem wel, want mocht hij ooit op zijn, zou ik echt graag nog weer een nieuwe kopen, want ik vind hem echt super tof. Dan heb ik twee producten uit een limited editie van Catrice en dat is de Dairy Routine. Ik heb beide producten in C02 brons. Je had deze in drie verschillende kleurencombinaties. Ik heb voor de bronzen variant gekozen. Allereerst heb ik hier een creamy bronzing stick. Alleen heb ik deze gebruikt als highlighter, want ik vond hem iets te glimmend voor een bronzer. Je draait hem gewoon omhoog en dan komt de stick naar boven. Dit is dus de stick, maar omdat hij echt wel een glans heeft, vond ik hem als bronzer niet zo'n succes. Als highlighter dan weer wel. Ik denk ook dat hij te licht zou zijn voor bronzer, eerlijk gezegd. Ik breng dit dan wel aan onder mijn foundation en zelfs dan zag ik de gloed eigenlijk nog mooi terug. Alleen daarna moet je dan toch nog wel weer een kleine highlighter eroverheen gebruiken om iets meer glow te creëren als je daarvan houdt. En ik vind dat persoonlijk heel fijn. Maar op zich zou het niet hoeven. Alleen ik heb er wel voor gekozen. Dat is deze bronzing stick die ik eigenlijk dus gebruik als highlighter. Wel heel erg mooi. Vooral als je met die warme dagen gewoon iets minder make-up wil gebruiken, is dit wel een prima product. Dan heb ik ook deze
Dairy Drops. En dit zijn highlighter drops. En die moet je eerst even schudden. En dat werkt dan met zo'n pipetje. En dan kun je het een beetje verdelen. Deze moet je echt onder je foundation gebruiken. Want deze geeft echt heel erg veel pigment af. Ik had hem over mijn foundation heen gebruikt. En dat was niet zo'n succes. Want ik glom aan alle kanten. Maar onder de foundation is die echt top. Omdat je de kleur heel erg mooi blijft zien. Je moet wel houden van het bronzen kleurtje. Maar ik vond het op zich niet verkeerd om een keer een bronzen highlighter te gebruiken. In plaats van altijd maar roze of licht. Dus ik vond dit ook wel een succes eigenlijk. Dan heb ik een highlighter van Essence. En dit is de I Glow Like a Mermaid highlighter. Dat is deze highlighter. Hij heeft de naam 10 Forever Mermaid. Dit is dus zo'n highlighter met allemaal kleine schubbetjes. En met allerlei kleurtjes. Je gaat het wel zien als je er doorheen gaat. Dus hij blijft niet super mooi. Maar het resultaat wat hij afgeeft is heel erg leuk. Want je krijgt gemengde kleurtjes. Blauw vond ik zelf wel wat overheersende. Die gloed zag je iets meer terug. Maar in combinatie met het goud, het roze en het paars wordt het echt een heel erg leuk highlighter kleurtje. En dat vind ik heel erg leuk, dat je met deze highlighter gewoon heel erg kunt spelen. Gewoon vanwege de kleurencombinaties. Het patroon van die schubben vind ik ook gewoon heel erg leuk. Ik vind dat er heel erg hun best is gedaan op het uiterlijk van het product en ook op het product zelf. Want er komt echt goed pigment van af. Dan heb ik van Catrice de Matte to Cheek Blush Stick met een powdery finish. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 020 Peach Fiction. En dit is gewoon een blush die je omhoog kunt draaien en die je dus kunt aanbrengen. Ik vind altijd wel dat je dit soort producten wat meer moet inblenden, maar ik vond de kleur heel erg mooi. Het inblenden gaat ook heel erg goed, moet ik zeggen. En hij krijgt echt wel een beetje die powder finish aan het einde. Dus niet het gevoel dat je echt een stick op hebt, maar wel gewoon dat het er heel natuurlijk uitziet. Normaal heb ik dat niet zo met sticks, maar met deze vond ik dat toch wel heel erg mooi. En hij is ook nog eens longlasting, blijft goed zitten. Nou, goed pigment, dus helemaal top als je het mij vraagt. Dan heb ik een lipstift. Of dit is eigenlijk een metal matte lipstick van Liada. Deze komt van AliExpress. Deze lijkt een beetje op een dupe van de Kylie Jenner lipgloss lipstick. Ik weet niet, maar dat komt door die druppeltjes. Ik heb hem in de kleur Coco. Hele mooie roze kleur. Echt geweldig. Geur is ook prima te doen. Ik denk niet dat je het heel goed kan zien. Heel veel fijn borsteltjes zitten aan. En de kleur is echt heel erg mooi. Komt heel erg mooi tot zijn recht. Ziet er echt top uit. Het jammer is dat je deze dus op AliExpress ook kunt kopen met een lipliner erbij. En ik dacht ook dat ik dat had gedaan. Maar bij deze zat dus geen lipliner. Dus dat was een kleine teleurstelling. Maar doordat het product eigenlijk super goed is, hecht super goed, blijft super goed zitten, ben ik van plan om toch nog wel een kleur erbij te gaan bestellen. En dan wel met een bijpassende lipliner, omdat ik dit echt super tof vind. En ik hou er ook wel van als het een beetje bij elkaar past. En deze kleur vind ik gewoon heel erg mooi. Ik hou wel van dat roze, een beetje afgewisseld. Dus echt een hele toffe matte lipstick voor echt een heel klein prijsje. Dan heb ik van Catrice de Illuminating Prime & Fine Dairy Glow Fixing Spray. Dat is deze fixing spray. Deze moet je schudden voor je gaat sprayen. Dus als je hem schudt, zie je ook dat de glow vrijkomt. Ik denk dat het op camera heel moeilijk te zien is, maar het echt zie ik het echt heel erg goed. Dit is een waterglow trend en dat zie je de laatste tijd best wel vaak. Deze prepareert je huid. Zorgt ervoor dat je make-up langer blijft zitten. Maar ook om te refreshen. Dus vooral met warm weer zou je hem op kunnen sprayen. Hou er rekening mee dat er wel een gloed van afkomt. Ik weet nog dat ik deze droeg en dat iemand tegen mij zei: heb jij het warm?
Nou, ik heb een fixingspray gebruikt waar een gloed in zit, dus dat zal het zijn. Maar het is echt wel een hele fijne fixingspray. Ik vind het ook wel leuk, want je kunt net nog weer iets meer glow toevoegen aan je look als je dat leuk vindt. En ja, dat resultaat is gewoon heel erg tof. Ja, ik vind het heel jammer dat ik het jullie niet bezig kan laten zien op camera, maar dit is echt een hele fijne fixingspray die ik graag gebruik. Dan heb ik nog een paar producten uit een trendeditie van Essence. En deze komt uit de Adventure Awaits Kitsunkist collectie. Ik heb allereerst een Jumbo bronzer. Dat is deze. Deze is in een kleur 02 or Happy Place. Dit is een bronzer met ook een shimmering glow. Allereerst vind ik het patroon in de bronzer super leuk. Past wel echt een beetje bij de collectie, zeg maar. En dan is dit een bronzer en hier heb je dus de glow. Dus je zou hem ook gewoon gemengd kunnen gebruiken. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om dit bijvoorbeeld als highlighter te gebruiken en hem niet te mengen. Ik vond dat gemengde juist wel mooi. Dat je een iets ander resultaat kreeg. Het pigment was goed. Hij paste prima bij mijn huid. Dus dat was heel erg fijn. Van deze Jumbo bronzer. En ik hou er ook wel van als ze wat groter zijn. Dan heb ik ook een bronzing eyeshadow palet uit die collectie. Met de naam 01 Collect Moments Not Things. En dit is een. Ik vind het doosje al heel erg leuk. En het gaat gewoon zo open. En dan heb je 6 kleurtjes. Die dus inderdaad wel een beetje bronzing zijn. Ze hebben ook namen. Dit is Joyful Moments, Golden Moment. Daarnaast zit Sweet Moment. En dan gaan we naar de onderste rij. En daar heb je Unforgettable Moments, Beautiful Moments. En de laatste is Wow Moment. Het Travel Every Moment vind ik ook heel leuk wat erop staat. De kleuren hebben veel pigment. Heel erg leuk om met deze kleuren te spelen. Het is wat anders en ik vind het paletje gewoon leuk vormgegeven. Achterop staat ook nog een kleine tutorial hoe je de kleuren zou kunnen gebruiken. Maar ja, als je al een beetje bekend bent met make-up heb je dit vaak niet nodig. En als laatste uit die collectie heb ik ook nog een hele mooie metallic lipstick. En ik heb deze in de kleur 01 Kisses from the Orient. Je had deze in een lichtere kleur en in een donkere kleur. Ik ben voor de donkere kleur gegaan. Mooie vormgeving ook weer, die huls. Prachtig. En zo ziet de lipstick eruit. Voor jullie misschien niet zo goed zichtbaar, maar de kleuren zijn echt heel erg mooi. Er zit een glittertje in. Hij is een beetje paarsachtig, roodpaarsachtig. Maar het is echt een hele mooie lipstift die mooi blijft zitten ook. Hij past echt wel heel erg mooi bij mijn nagels ook, denk ik. Misschien had ik deze moeten proberen, maar hij zat nog in de reviewbox. Echt een hele mooie lipstift. Zoals ik al zei, deze sprak me meer aan als de lichtroze. Maar het pigment en die glitter vind ik echt geweldig. En je krijgt echt een metallic effect. Dus dat is echt super tof. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is wederom van Catrice en dit is de Prisma Lip Glaze. Ook weer een lipproduct. Ik heb veel lipproducten. Ik heb hem in een 040 Pink Brilliance. Het is echt een lipglaze met echt een heel erg mooi effect. Ook een soort holographic zit erin. Zo ziet het borsteltje eruit en dan draai je hem een beetje rond en dan zie je ook wel die glim een beetje terugkomen. Echt een hele mooie lipkleur die ja, eigenlijk ook bij alles wel kan. Ik kreeg ook wel reacties van mensen die dit heel erg mooi vonden. Dus ja, ik vind hem zelf ook gewoon super mooi. Ja, lekker opvallend kleurtje met veel pigment. En daar hou ik toch echt wel heel erg van. Dus ook weer een hele mooie, ja, ga ik het noemen, lipgloss gewoon. Want het is meer een lipgloss eigenlijk. Dan waren dit alweer alle favoriete producten van de maand. Jullie, ik zei al, het is niet super veel. Ik kom nu wel achter dat ik heel veel lipproducten had op een of andere manier. Nou ja, die heb ik gewoon heel veel getest blijkbaar. Nou ja, ik vond het wel weer even leuk om hier doorheen te gaan. Dan kan ik dit weer opruimen en kunnen de nieuwe producten weer in het doosje. Want ik heb alweer nieuwe producten die erin moeten. Dus het is fijn dat de video
ja, dan ook opgenomen is en ik weer verder kan met het verzamelen van nieuwe favoriete producten van maand augustus. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan krijg je ook een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Dus hoef je in feite niks meer te missen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!